Waar waart gij op 22 mei 1967 in de namiddag? 's middags was ik kip aan het eten. Op de 9e verdieping van de Sint-Janskliniek. En opeens dacht ik dat er een storm opkwam. Maar dat was een zwarte wolk die van de Innovation kwam. En dan kwam er een verpleegster gelopen. De Innovation staat in brand. Ik direct, mijn witte jas, ik had die aan, ik heb die dicht gedaan. Ik ben naar buiten gelopen in de Nieuwstraat. Dat lag juist naast de Sint-Janskliniek. Nog steeds. En ik zag de Innovation branden. En ik zag al enkele mensen door de vensters springen. En ik zag die op de grond open klassen. Ik ben direct terug naar de kliniek gegaan, want ik moest daar de kast open doen met de verdovende middelen. De dokters hadden dat gevraagd. Ze zeggen, we moeten piqûren hebben met verdovende middelen. En ik had de sleutel van de kast met de verdovende middelen, maar de dokters mochten dat niet weten, want ik was nog geen bevoegde apotheker. Ik was 20 jaar, ik mocht die sleutel niet hebben, want ze vreesden dat ik zelf misbruik zou maken van die verdovende middelen. Wat had ik inderdaad gedaan heb. Terecht. En ik heb met een koevoet de kast opengebroken. Terwijl je de sleutel in uw zak had. De sleutel zat in mijn zak. En dan ben ik terug naar buiten gegaan. En natuurlijk, daar stonden al gendarmen. Maar die lieten mij door, want ik had een witte jas aan. Haha, ja. Dus in de namiddag is er brand ontstaan op verschillende plaatsen. Die brand was natuurlijk aangestoken door linkse extremisten. Ze hadden al een dag of twee voordien een brandje gesticht in de Nieuwstraat. Ik denk een gazettekot als in brand. Een week voordien heb ik hier staan. Ja, wel ja, dat kan. Enkele dagen voordien. Alle dagen lijken op elkaar. Maar ik weet dat het een woensdag was. En ik weet dat ik kip en frieten aan het eten was. Want dat was het enige eten dat op iets trok. De rest was nonnenkost, want dat was een kliniek van de nonnen. Hè. Het is brandstichting geweest. Het was zeker brandstichting. Omdat het op verschillende plaatsen, want ik ben dan boven op het dak gegaan. En daar had ik werkelijk in vogelperspectief zag ik alles branden. En dat was links en dat was rechts en dat was boven en dat was onder. Een hele vuurhaard. Op het dak, daar zag ik dan mensen en die deinsden achteruit en ze konden niet verder. En sommigen zijn naar beneden gesprongen. Anderen zijn blijven staan en dan heeft de rook hen omhuld. En dan kwamen de vlammen en dat begon te knetteren en dat begon naar barbecue te ruiken. Ik moest aan de deur van de kliniek gaan staan. Sir Alain, die zei, niemand binnenlaten zonder voorschot. Hè? Ah ja, de Sint-Janskliniek, dat was een privékliniek. Nog steeds. Daar is niemand in de Sint-Janskliniek binnengekomen, behalve ene persoon die zijn familie was weer en die familie had een chequeboekje. Maar anders kwam er niemand binnen. Dat is natuurlijk de katholieke solidariteit, hè, dat de nonnen daar getoond hebben. En ik moest aan alle mensen ze tegenhouden, want die kwamen dan, hoe mon fils, où est ma fille, où est mon mari, où est ma femme? En dan moest ik zeggen, il n'y a personne ici, vous devez aller à l'hôpital Brugman. Ils sont tous là. Ik wist niet of dat ze in Brugman waren, maar ik moest toch iets zeggen. Ze mochten niet in de kliniek binnen. En dan, ik had mijn viool in de kelder gezet en ik speelde een beetje viool overdag om de leerling-verpleegstertjes te verleiden. Dat was een goeie truc. Het 's nachts, toen ik daarboven zat, dan waren alle muren ingestort en dat was één gloeiende barbecue. En dan heb jij viool zitten spelen. En dan speelde ik gelijk Nero. Gelijk Nero. Ja, toen Rome in brand stond, speelde die op zijn harp of met zijn fluit, ik weet niet. Wel, ik heb viool gespeeld, Pavan pour un défunt. Terwijl er alles nog aan het gloeien, aan het griezelen was, dat was een heel schoon gezicht. Het 's nachts hebben ze het leger moeten inzetten om de plunderaars tegen te houden. Ah ja. Het was niet allemaal opgebrand. Alles was opgebrand. Maar er waren huizen daarnaast in de Nieuwstraat, winkels die verlaten waren. De mensen waren gaan lopen uit die winkels, want ze wisten niet hoe ver dat in een brand ging gaan. Dus daar stonden heel veel winkels leeg. En daarvan hebben die mannetjes geprofiteerd om de ruiten kapot te gooien en op de loop te gaan. Met alles wat dan niet te zwaar of te heet was om te dragen. Natuurlijk, uit een Innovation kon er niks meer gepikt worden. Maar die namiddag heb ik daar werkelijk een held gezien. We stonden dus voor de hoofdingang van de Innovation. Je zag geen vlammen, je zag alleen maar rook. Een grijze, donkere rook. En op een keer liep er een vent vanuit het publiek en die liep door die rook op de Innovation binnen. En 2 minuten daarna kwam hem terug met een kind. Iedereen had applaudisseerd. En die vent die kreeg adrenaline en die liep terug de rook in. En 2 minuten daarna kwam hem buiten met een dame die hem buiten sleurde. Oh, en iedereen te applaudisseren. En die held van de dag sprong terug de rook in. En hij is niet meer buiten gekomen. Ah. Dat is het lot van de helden. Toen jij de Innovation in brand hebt gestoken... Dat was het niet. Dat was helemaal zeker. Maar goed, er is iemand van het 3e verdiep gesprongen en hij heeft kennelijk niet. De truc is, je springt en voordat je de grond raakt, moet op de zijkant springen. Ah, ja. Een dag daarna al, dan deed er al moppen de ronde. Het verschil tussen een dikke verkoopster van de Innovation en een magere verkoopster van de Innovation. Een dikke brandplanger. Ha! Er zijn gelijk 1000 mensen dood of zo. Nee, daar waren 300 mensen dood. Boven de 300, ik denk 364 of zo. Die mensen wouden vluchten door nooduitgangen. Bleek dat de nooduitgang geverfd was op de muur. En dat was allemaal klein departementetjes afgezet met schotten. Nog dat steeds. Was werkelijk een labyrint. Ik heb de almoezenier van de kliniek de zegen in articulo mortis zien geven met zijn verrekijker. Hij stond op het dak van de Sint-Janskliniek. De Innovation lag een beetje lager en hij met zijn verrekijker ego te absolvo, hij gaf hun de zegen aan die mensen die daar aan het opbranden waren. En dan deed het mopke de ronde dat hij ene die uit het raam gesprongen was, dat hem die het heilige oliesel toediende en toen hij met zijn olie kwam, schoot die een vent terug in brand. Hè. Laatste vraag. Wie heeft de brand aangestoken en waarom? De brand werd aangestoken door linkse anarchisten, omdat die protesteerden tegen de oorlog in Vietnam. En het was juist de Amerikaanse week in de Innovation. Alle ramen waren afgezet met een Amerikaanse vlag. Een enorme Stars and Stripes van zeker 15 meter op 15. En daar stond dan overal nog panelen met USA, Coca-Cola natuurlijk. Hè. En het is daardoor dat heel weinig mensen door de ramen zijn kunnen ontsnappen. Ah ja, ze botsten op die panelen. Maar dus uiterst links had dat aangestoken. Ik denk niet dat ze gedacht zullen hebben dat het zo een enorme vuurzee zou worden. En zij hadden gedacht, we stichten wij hier enkele klein brandjes. Ze gaan zij allemaal in paniek geraken en wij gaan goed lachen. Maar ze hebben er geen rekening mee gehouden dat dat een heel tochtgat was. Daar in het midden van de Innovation. Ze hebben er geen rekening mee gehouden dat al die panelen in karton waren. Waardoor de verschillende afdelingen van elkaar afgesloten waren. En dat is werkelijk de grootste terroristische daad die Brussel en heel België sinds zijn ontstaan meegemaakt heeft. Hè. En ze hebben die nooit kunnen pakken. Maar het was de CCC. Ze zeggen dat dat de CCC was. Dat is niet de C van het vettig kwartiertje. Dat was Cellule communiste combattant. Voilà. Ze zijn jaren daarna gepakt, hè, de CCC. Maar ze hebben nooit kunnen bewijzen dat die dat waren. Maar ze veronderstellen dat dat CCC was. Maar dat kan evengoed een autonome anarchistische groep geweest zijn. En het is maar sindsdien dat in al die grote magazijnen dat er sprinklersysteem is. En nooduitgangen. En natuurlijk de nooduitgangen goed aangegeven, geen paletten voor de nooduitgangen. Dat was de tijd dat Brussel geen bruisende stad was, maar een brandende stad. Dank u wel voor deze les. De volgende keer leren we u paardrijden. Ah, dat is die zangeres